Wil jij nog even wat zeggen tegen de kijkers? Nee, eigenlijk niet. Goh, de puberteit is wel ingedaald bij jou, hè? Ja, sowieso. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Zo'n 3 maanden geleden hebben wij een item gemaakt bij dit gevaarlijke kruispunt. Om te laten zien dat het gevaarlijk was. En we hadden Damien gesproken, want hij had een ernstig ongeluk gehad. En toen, toen lag je zo. Ja, denk het wel. En we hebben de wethouder gesproken. En de school, et cetera. En ze zouden voor de kerst met een plan komen, of in ieder geval met een gesprek komen. Voor het kerstreces? Ik denk dat dat wel lukt, ja. En het is nu bijna kerst. Dus ik ga even kijken hoe het nu is. En, yo. Wow, je ligt nog steeds, man. Ik heb 3 maanden op je zitten wachten, man. Ja, ik ben er. Ja, heb je niet koud? Tijd. Ja, op zich. Een beetje regen hier en daar. Ja. Ja. Hey, hoe is het met jezelf? Gaat het allemaal hersteld of niet? Ja, na 3 maanden rust wel. We staan hier met Richard Verloop van het Pieter Groen College. Ja, klopt. Hey, allereerst voordat we verder gaan. Welk deel is nou gevaarlijk? Want de vorige keer kwam er niet uit. Wat wil de Pieter Groen nou aangepakt hebben? Dit stuk of dat stuk? Dit stuk. Die ben ik aangereden. Ja, Jeff, kijk, eigenlijk is de hele kruising gevaarlijk, maar ik vind nog steeds dat daar de afrit, dat is het gewoon gevaarlijkst. Vanwege het zicht en wat het daar gewoon de mensen die niet bekend zijn, ja, die weten niet wat ze moeten doen als ze daar komen. Simpel. Maar het is gebleken, dus met Damien inderdaad, dat eigenlijk het hele stuk gewoon een beetje onveilig is. Ja, ik ben hier achter me vol aangereden en ja, ik lag 500 meter verder. Ik volg een beetje op Instagram, voor mij hou je van een feestje, dus voor mij gaat het best goed met je. Gaat heel goed met mij, ja. Ja, tuurlijk. Het is sowieso een heel gevaarlijk kruispunt. Ook de afrit hier, of de oversteek hier is ook gewoon gevaarlijk, sowieso. Ja. Precies. Hey, we zouden terugkomen op het hele feit dat de wethouder met jullie in gesprek zou gaan. Voor het kerstreces is dat gebeurd. Hey, er is niks veranderd hier, hè? Nee. Het is nog steeds hetzelfde plekje net als de vorige keer. Wat we met de kerstdagen doen? Ik denk heel veel gezellige dingen die ik hoop andere mensen ook gaan doen. Het is een mooi algemeen antwoord. Mooi. Hey, maar ik zou nog terugkomen voor het kerstreces over dat gevaarlijke kruispunt. Wat niet gevaarlijk was of wel gevaarlijk was. Ja. Is er nog wat gebeurd? Nou, de wethouder is wel bij ons op school geweest. Samen met meneer Van der Hulst van de gemeente, de verkeersdeskundige. Kijk je wat beter uit tegenwoordig hier? Of? Nee. Ja, dat was echt een prima gesprek. Hè. We hebben open daarover gecommuniceerd. Wat wij vinden, wat de gemeente vindt, wat de gemeente kan. wat de mogelijkheden van de wethouder zijn. Een goed gesprek. We hebben met wat omwonenden gepraat die zicht hebben op de locatie. En die hebben eigenlijk allemaal wel bevestigd dat er daar toch wel eens wat dingen gebeuren waar je zegt van dat kan beter. Is er nog iets uitgekomen? Nou, hij heeft in ieder geval toegezegd dat hij ermee verder gaat. En hij moet ermee verder vanuit de gemeenteraad. Dat is zijn opdracht. Hij heeft ook toegezegd dat wij als school worden meegenomen in het proces. Dat hij graag ons als school als gesprekspartner wil. En dat hij voor de kerst terug zou komen bij ons met hoe het ervoor staat. Heb jij nog de school gesproken over ons item? Nee. Nee, eigenlijk niet. We gaan een analyse maken van alle onveilige plekken in Katwijk, de inventarisatie. Oh, er zijn meer gevaarlijke plekken. Ja, natuurlijk. Dat is, gaan we uitzoeken. Dat is bekend. Nee. Heb je überhaupt nog interesse in het hele item? Nee, eigenlijk niet, nee. Dus we gaan daar een inventarisatie voor doen, we gaan daar een plannetje voor maken. En dan gaan we met een voorstel naar de raad welke dingen prioriteit krijgen om aan te pakken. En als daar deze locatie bij staat, ja? Dan krijgen we vervolgens de middelen om er ook wat aan te doen. Voor de kerst? Voor de kerst. Oké, en hoe lang gaat dat ongeveer duren? Ik verwacht maart, april dat we naar de raad kunnen daarmee. Oké, precies. Het is vandaag woensdag. Het zal waarschijnlijk vrijdag geüpload worden. Het is nu woensdag. We hebben nog 6-7 dagen voor kerst. Ja, klopt. We hebben nog steeds niets gehoord van de wethouder. Voor mij verwacht Pieter Groen nog een mailtje van je. Ja, we moeten sowieso nog een keer een gesprek voeren. Ik heb gisteren zelf maar een mailtje gestuurd naar gemeentebelangen met het verzoek of ze nog eens met de wethouder in gesprek willen gaan om te vragen of hij met ons contact op wil nemen. Voor mij verwacht Pieter Groen nog een mailtje van je. Ja, ik hoop dat hij wat laat horen van zich en dat heeft hij beloofd en ik ga er ook vanuit dat hij dat ook wat doet. Voor mij verwacht Pieter Groen nog een mailtje van je. Schiet even op, vent. Ja, nou, niet zo, maar het is... Ja, ik heb er gewoon goede hoop op dat hij gewoon zich aan zijn woord houdt en dat was gewoon een prima gesprek. Dus. Nou, weet je wat? Je mag hier weg. Wij houden het in de gaten voor jou en wij houden je op de hoogte. Is goed, bedankt. Ik zeg maart, april. Komen we in maart, april terug. In een kwartaal dingetje wordt het nu. Ja, is weer een abonnement. Wat kost het? Wil jij nog even wat zeggen tegen de kijkers? Nee, eigenlijk niet. Goh, de puberteit is wel ingedaald bij jou, hè? Ja, sowieso. Blauw duimpje omhoog. Tot ziens, volgende keer. Bye.